Hey, welkom bij een nieuwe review van Simon Says. Zo een tijdje geleden, een tijdje geleden. Ja, er komt natuurlijk ook. Uh, er zijn soms dingen in het leven die nodig zijn, zoals uh, vakantie. Dat is toch logisch. Poef, waar, om nou te zeggen dat ik echt ben bijgekomen of zo. Nee, ik heb wel veel mooie dingen gezien en gedaan in Oostenrijk. Ik blijf schitterend het land. Uh, maar ja, soms zijn er dingen in het leven en dan slaap je gewoon uh, wat minder goed. En dat de bedden ook niet zo heel lekker lagen, hielp ook niet echt mee. Maar wel heel veel, is uh, ook heel veel. Pff, hoe nou weer toe aan vakantie? Echt heel veel uh, bijgekomen ben ik niet. Overigens een keer andere achtergrond. Uh, heeft twee redenen, ja. Uh, reden 1. Volgens mij zijn uh, beide statiefjes die ik normaal gebruik, of statiefjes, uh, houdertjes voor de telefoon, die zijn momenteel even op zoek. Of die zitten nog in de auto, geen idee. Dus ik doe even nou uh, handje handjecontantje, telefoon in het handje. sloeg helemaal nergens op, maar uh, ja, dan weet je dat het even een beetje behelpen is. Ik had ook kunnen wachten, ik had ook eerst kunnen zoeken, maar dat duurt allemaal lang. En het is zo lang geleden, en ik uh, wou jullie natuurlijk ook niet langer onthouden. Van een nieuwe video. Volgende keer is Velan uh, er overigens uh, weer bij. Daar ga ik even vanuit. Hij heeft school vandaag natuurlijk. moet ook gebeuren. En vandaag ben ik een dagje vrij. Ja. Uh, ja. Dus dat. Dit uh, is van falen. Nou, niet zo Viel veel mee. Ik heb nou oprispingen. En dan moet ik nog. Uh, maar goed. Uh, ja, Ik had natuurlijk ook veel meer Oostenrijk producten kunnen reviewen in Oostenrijk zelf. Maar uh, zoals ik zei, uh, vakantie, dingen vergeten. Uh, Wifi-verbinding was overigens ook heel slecht in het uh, appartement. Dus uh, ja, dan uh, gaat het niet echt om uh, te uploaden, zeg maar. Nou. Excuseer het mij. Jongen, jongen, jongen. Uh, wat wil ik nog zeggen? Oh ja. Ook. Even leuk uh, uh, te vermelden. Sowieso, toch dat jullie uh, uh, weer kijken, natuurlijk. Uh, ik blijf het zeggen, zeker nu, want schijnbaar hebben we in de vakantie, de afgelopen drie à vier weken, gewoon 6-7 abonnees te gekregen. Hartstikke leuk. En daarmee zitten we nu op 45 abonnees. Sorry, 45. Nou, dat had ik niet verwacht. Is toch leuk? Uh, voor een andere uh, die uh, laat er nog geen wind op, is toch nergens op, maar zo even uit het brein. En, en uh, ja, ik ben er gewoon blij mee. Mag dat? Ja, dat mag toch. Tekent dat we nog maar vijf abonneetjes hoeven. Dus vind je nou een leuke video? Vergeet dan niet te delen. Dat is belangrijk hè. Delen, delen, delen. delen. En Nu kunnen we naar de vijftig. Kunnen we die blote peper gaan proeven? Voor de dagse keer heb ik het al nou gezegd, ja? Dus, uh, nou, even rustig man. Zo. Zo, ik kan niet even mijn telefoon vasthouden, zo moe ben ik. Uh, dus dat. Uh, ik hoop dat jullie uh, ook je best doen om er straks 50 abonnees van te maken. En dan kunnen wij uh, onze. gaan branden. En uh, misschien kunnen we daarna wel weer een, uh, een nieuwe mijlpaal gaan vinden. Wat we dan gaan doen bij uh, de 100. Maar ik verwacht niet dat we ooit de 100 halen. Maar goed. Kleine groep fans, kleine schuinsgroep vins. Ben ik al blij mee? Ja. Yeah. En ik snap dat ik uh, nu weer uh, vier minuten het lullen. Ben ik niet eens aan het product toegekomen. Anyway, laten we maar beginnen. Uh, ik heb iets leuks vandaag. In Oostenrijk hadden ze, uh, ik weet niet meer welk merk dat het is, volgens mij knappe nossi. Hadden ze hele dunne uh, stick, salami-stikjes. En die vond ik echt uh, heel erg lekker. En toen liep ik uh, net bij boodschapjes te doen bij de hoogvliet. Uh, gewoon in die Nederlanden. En toen zag ik. Thin Sticks. Thin. Dat is Engels hè? Thin. 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 Zo, ik begin goed te spugen. Dus niet uh, Thin als in De uh, tinnenman Man van The Wizard of Oz. Maar Thin. Dun. Ja? Yeah? Ik weet het allemaal wel. Thin Sticks. Leuk hè? En dat deed me meteen denken aan vakantie. Dat denk, gelijk een leuke review. Overigens een beetje beschadiging. Maar komt dat komt omdat al, al die supermarkten altijd uh, pontificaal... Uh, op de verpakking die stickers plakken. Heel irritant. In ieder geval, uh, waar komt het vandaan? Oh, dat is dan wel een geinig. Valt niet mee om het telefoon vast te houden. En staat en keer het zien. Kijk dan! Sorry, ik kon het niet laten. Een viertje. Staat er vier op. Dus waar komt het dan vandaan, Simon? Vertel het eens. Nou, als jullie goed hebben opgelet de laatste video's, dan weet je dat. Als Duitsland! Dus, uh, nou, we is wel geinig, uh, Het is natuurlijk geen Oostenrijk. Maar, uh, nee. Maar goed. Uh, ik, ik heb mijn leesbril niet bij me en het is weer uh, super kleine letters, dus ik ga ook al niet helemaal lezen wat er allemaal in zit. En ik ga even. Uh, normaal laat ik de video gewoon lopen, want dat vind ik leuk gewoon wat je ziet, wat je get in Simon 6. Maar aangezien ik nu de telefoon zelf uh, bedien, oftewel vasthoud, uh, moet ik hem even op pauze zetten. Kijk hem even openmaken. Ja, mag het? Dit is mijn kanaal, ja? Huh? Nou, ik heb hem even opengemaakt. En wat me meteen opvalt. Uh, ja, dat rare bochtje. Nou ja, maakt het niet uit. Wat gebeurt er nou allemaal? Geen idee. Het gebeurt er van alles buiten. Maar, het valt me op dat ze, uh, ja. Uh, het een beetje hetzelfde uitzien als die in Oostenrijk: heel dun. Eén verschil. Kijk. Dit is eentje. Oh, dan ging ik gewoon weer te proeven. Maar in Oostenrijk waren echt. Nou, zonder, zonder te overdrijven. waren deze, maar dan keer drie. Zo lang waren die die stokjes. Er zat ook een heel lang zakje. Ja, want ze passen natuurlijk niet. Hè? Maar goed. Nou, ik vind het te eten. Maar toch gaat het zo. komen, hè? Proeven, 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 proeven. proeven. Nou. Hoe smaakt het? Het is van bifi. Ik vind bifi altijd lekker. Nou, ik weet niet. Er is, er is iets met die dunne sticks. Die bijten gewoon lekker weg. Het lijkt wel alsof. Misschien komt het omdat ze ook kleiner en dunner zijn. De smaak ook gewoon um, kruidiger is. Nou. Mm, 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 mm. Ja, ik kan je nu al verklappen. Deze Thin sterks thin sterk van Bifi vind ik wel al lekkerder dan de gewone Bifi. Ze zijn zouter, kruidiger, er zit veel meer smaak op. Het, 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 ja, het ziet er geinig uit. Ik denk dat je het op een schaaltje flikkert op een verjaardag. Ziet er best leuk uit. Over niet te verwarren met de kattenstokjes. Je hebt ook van die kattenstokjes. Dat geven we ook aan onze kat. Sorry dat ik met uh, een molle vond praat. Zie je spreek je je eigen naam? Nou? Nee, dat zeg ik altijd. Vind ik leuk. Molle vond. Maar um, ik moet een beetje tempo maken. Ja, ik ben ook moe. Um, wat zei ik nou, hè? Oh ja, dat je van die kattenstokjes hebt. Dat is wel leuk hè, om te doen. Dan leg je gewoon stiekem een paar van die kattenstokjes tussen. En kijk of dan uh, de visite ze op. Uh, vreet. Ja. Lach, man. Ik heb nooit zo gelachen. Ik ga meteen naar www Leg een kattenstokje tussen de bifi toe Om daar even te kijken hoe grappig het wel niet is. Jezus, wat is veel. In ieder geval. Ehm. Um, stiekem had ik al, al verwacht dat ik ze super lekker zou vinden. Want. Ik uh, deed meteen aan die vakantie, worstjes denken. Klinkt heel raar. Ehm. Um, ze zijn dun. Ze bijten daardoor lekker weg. Structuur is lekker. Smaken zouter. Smaken kruidiger. Het ziet er geinig uit. Het is weer eens nieuws. Kan ik meer plusjes verzinnen? Ja, ik wou zeggen, het is van bifi. Maar. Eerlijk is eerlijk. Er zijn ook merken, ook eigen merk, wasjes, salami vind ik ook net zo lekker hoor. Hoeft niet per se beefy te zijn. Maar beefy, ik vind het een goede uitvinding. En ik zou zeggen, beefy, The Original. Ja, ja. het er maar weer in hoor. de Original zijn wij. Nou, interessant. Beefy, The Original, Thin Stax. Die krijgt van mij een. Oh je shit, omdat ik de telefoon vasthoud, kan ik natuurlijk niet Simon 6 doen met twee handen. Nee, dat kan niet. Tenzij ik een 5 geef of minder. Dan kan het wel een keer met één hand doen. Druk! In ieder geval, dan doe ik het gewoon een twee keer. Een Simon 6. Hmm. Zag je hem? Een 5 en een 4 maakt 9. Ja, uh, ik geef niet vaak een 9 vind ik al heel goed qua cijfer. Hij vindt ze super lekker. En ze zijn wel eens dus een keer makkelijk mee te nemen. Misschien heb je ze wel vleesetuietjes. Nieuw woord van 2022. Vleesetui. Het is dus dat je zo'n klein schooletuietje hebt. wel een nieuwe kopen natuurlijk. Dat die goed schoon is. En dan, uh, dat is het hartstikke leuk. In plaats van pennen. Pennen mee te nemen in je etui naar school. Zo, kom er nou eens even uit man stop je ze gewoon uh, uh, deze erin. Je zit er zitten twaalf in een zakje. Dat is leuk hè, dus als je dan de examen, uh, in de examenklas zit en... Uh... Nou jongens, jullie mogen nu beginnen aan het examen. Iedereen een pen en draai pakken. En dan pak jij gewoon zo'n beefstick. En zo, de jij nou? Nou, ik ga trek dan zegt de leraar, laat mij eens even één proeven joh. Wat zijn dat? zeg je, bifi ten stacks. Hoppa, meteen een 9 voor je Engels. Hé, hey, hè? Nou, een leraar proeft er een. Ja, man, 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 dat is lekker. Weet je wat? Je bent nu al geslaagd voor je examen. Je hoeft niks in te vullen, prima. Ga naar huis. Een 9. Ja, zo zal het waarschijnlijk gaan in een fantasiewereld. Maar niet in de echte realiteit, natuurlijk. Ah! Nou, slap gelul weer. In ieder geval, eh, ik hoop dat jullie ook allemaal een goede vakantie hebben gehad. Vergeet niet te delen dat we naar die 50 abonnees gaan. En BV Simon 69 9, Tinsticks. Schitterend. Uh, nou ja, tot de volgende video weer. Bedankt voor het kijken. En uh, nou, heb je zelf suggesties? Kun je altijd even een commentje achterlaten. En uh, duimpje erbij is ook wel leuk. Toch? weten we ook weer wat voor we voor doen? Nou. nou, klaar om te kijken. Roo, nou, we weer op. <laughs> nou, een beetje lief, hè? Sorry, sorry. Kusje erop. Daag, dat volgende keer.